Aanstaande zaterdag is het bunkerdag en is het mogelijk om de Marcostandbunker in Hoek van Holland te bezoeken. En dat is een unieke kans. Dat heeft te maken met het feit dat we ons bevinden in een Natura 2000 gebied, een natuurgebied. En dan mag je hier gewoon niet komen. Het vandalisme, dat is eigenlijk een never ending story. Steeds weer probeert men hier in te breken. Misschien in de verwachting dat hier nog Duitse uniformen en wapens liggen. Maar ik kan je teleurstellen, het is volledig leeg. Een bijzondere bunker. Deze is gebouwd in september 1942. En van dit bouwtype zijn er maar in Nederland twee gebouwd. Het is een bunker met een uitkijkpost. Het is een zogenaamde Marco-stand, dus de marine-commandeurstand of commando-stand, zoals je wilt. In contact met andere uitkijkposten langs het gedeelte wat de Vestumhoek van Holland heet, kon men dus met een driehoeksmeting, hier stond ook een kijker, kon men dus ongewenste geallieerde schepen inmeten en daar vuur op uitbrengen. Hier vandaan werd niet geschoten. Dat was echt alleen maar bevelen uitdelen. En voor de rest, de kanonnen die stonden een stukje verder. En ja, hier werd niet geschoten dus. Het is een gangenstelsel wat dus de ruimtes, de bunkers met elkaar verbindt. Elke 10, 20 meter zit er een knik in. Zodat je dus, als je aan wil vallen, dat je elke keer een hoekje hebt waar dus een vijandige soldaat kan komen. Ja, wat betreft die ondergrondse bunkers is het zo dat er hier als allereerste is er een officiersverblijf. Verderop liggen er drie manschappenbunkers voor degene die dienst had en die hier dus actief was. Dus als je daarin wil gaan, zorg dat je een zaklantaarn bij je hebt en doe vooral ook niet je zondagse pak aan. En geen hakken, want we gaan echt het donker in en je loopt echt onder de grond.